Kom maar even mee naar het meest bijzondere kamertje in de hele Tweede Kamer. En dat is een verhaal wat ik wil vertellen en dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. En we stappen daar nu binnen. Dit is de zogenaamde Gerrit Kastijnkamer. En die Gerrit Kastijn, dat was een verzetsman in de Tweede Wereldoorlog. Een hele invloedrijke verzetsman die heel veel contacten had in heel Nederland. En Gerrit Kastijn is in februari 1943 opgepakt nadat hij in Den Haag een Nederlandse collaborateur had doodgeschoten. En hij is opgepakt na verraad in Delft, in een studentencafé. En Gerrit Kastijn had altijd gezegd tegen de mensen die hij kende, mensen, als je wat overkomt, zorg dat je het niet na kan vertellen. Want anders, als je wordt opgepakt, dan hangen we allemaal. Hij wist dat het zo was dat je niet alleen verhoord werd, maar ook gemarteld. En hij was neuroloog. Hij wist dus precies wat er gebeurt met een menselijk lichaam en een menselijke geest op het moment dat je heel veel pijn lijdt. Hij is opgepakt in Delft en is naar het Binnenhof vervoerd. Hij is hier in deze gebouwen verhoord. Hij kwam hier aanrijden beneden, Binnenhof 7. Dat zit hier rechtonder. En Binnenhof 7 was in die jaren bij de mensen van het verzet een berucht adres. Want iedereen wist als je opgepakt wordt en je gaat daar naartoe, dan hangt je echt wel wat boven het hoofd. Hij had 3 revolvers bij zich. 2 zijn er afgepakt. De derde had hij nog op zijn lichaam vastzitten. En toen hij hier aankwam in de overvalwagen en uitstapte, heeft hij geprobeerd zichzelf dood te schieten. Hij richtte op zichzelf, maar het wapen deed het niet. Vervolgens is hij hier naar dit kamertje gebracht. Hij was geboeid en werd hier in dit kamertje werd hij verhoord. Want waar wij nu zitten, in de gang waar de SGP zit en waar ook andere fracties zitten, in dit gebouw, zaten in de oorlog de ergste Duitsers die je zo'n beetje kon hebben, dat waren de mensen van de Gestapo en van de Sicherheitsdienst, die belast waren met het opsporen van verzetsmensen, maar ook van Joden en van anderen. Gerrit Kastijn wist dat je niet alleen hier verhoord werd, maar dat je ook beneden in de kelder ook nog een martelkamer had. Mensen die bij de verhoren niet direct zeiden wat de Duitsers wilden weten, namelijk wie zijn de andere verzetstrijders, dat je dan ook nog eens gemarteld werd. En de Duitsers deden het ook nog zo pervers dat mensen die gemarteld werden, of moesten worden, die werden eerst nog in cellen rondom die martelkamer opgesloten. Zodat ze de geluiden konden horen uit die martelkamer. Dus pure intimidatie. Nou, hij is hier verhoord en hij wist dat hij wellicht naar de martelkamer zou gaan. Hoe dan ook, die verhoren liepen niet bepaald zachtzinnig. Er zijn verhalen bekend van mensen die het overleefd hebben. Die zeiden, nou, het bloed van degene die voor je was geweest, dat zat gewoon, de spaten zaten nog aan de muren en aan de plinten, bij wijze van spreken. Nou, Gerrit Kastijn zat hier, geboeid en wel. En op enig moment trokken de Duitsers zich even terug voor beraad of om naar de wc te gaan. Dat weten we allemaal niet meer precies. Feit is in ieder geval dat hij dat moment heeft benut om met zijn geboeide handen het raam wat je daar ziet kapot te slaan en zichzelf naar beneden te gooien, zodat er gebeurde wat hij wilde, namelijk dat hij het niet na zou kunnen vertellen. Ik heb dat verhaal jaren geleden ooit een keer gehoord. Ik weet niet meer van wie, erg genoeg, want dat zou ik best graag willen weten. En ik heb dat verhaal ook altijd doorverteld, omdat het natuurlijk een indrukwekkend verhaal is. Want je zit hier, ik zei het net al, in het hart van de democratie. En mensen denken dat een democratie iets normaals is, maar dat is het niet. Hè? De Tweede Wereldoorlog is nog niet eens zo lang geleden, ruim 75 jaar geleden. En je hoeft in de wereld niet ver te reizen om al in landen te komen waar het een soort of een echte dictatuur is. Dus ik heb dat verhaal altijd verteld, juist om dat ook door te vertellen en op die manier de herinnering aan Gerrit Kastijn en aan die oorlogsjaren levend te houden. Ik heb ook altijd gezegd, eigenlijk zou je dit kamertje moeten vernoemen naar Gerrit Kastijn. Want als ik er niet meer ben hier en niemand anders dat verhaal weet, dan wordt dat ook niet meer verteld. In 2017 of 2016, dat weet ik niet meer precies, maar toen heb ik
via een journalist aan de Kamervoorzitter laten vragen of dit kamertje inderdaad niet vernoemd zou kunnen worden naar Gerrit Kastijn. En zowaar, mevrouw Ariep reageerde spontaan direct, dat gaan we doen. Mijn bedoeling was om hier bij de deur een soort plaquette aan te brengen. Waarop stond in een paar zinnen wat hier precies gebeurd is. Nou, zo gezegd, zo gedaan, maar het punt was, op televisie is daar iets over verschenen en de dag na die televisieuitzending werd ik opgebeld door een mevrouw uit Wageningen, een oude mevrouw, en die stelde zich voor en die zei, u spreekt met Ina Kastijn, de enige nog levende dochter van Gerrit Kastijn, en ik heb net gehoord dat u gisteravond op de televisie was en dat u dat kamertje waar mijn vader naar beneden is gesprongen, wil laten vernoemen naar hem. En mag ik daar en een deel van de familie daarbij zijn? Nou, je begrijpt, ik wist niet wat ik hoorde. Maar heb direct gezegd, ik ga dat even overleggen, maar dat komt allemaal wel goed. Nou, om een lang verhaal kort te maken. De bedoeling was hier een plaatje aan te schroeven en dat zou het dan zijn. Maar dit plaatje is inderdaad aan de muur aangebracht. Maar dat is onthuld, een paar weken later, door mevrouw Ariep, de Kamervoorzitter. En mevrouw Kastijn, die nog leefde en ook een aantal kleinkinderen van Gerrit Kastijn. En dat was best een emotioneel moment voor mij, maar nog meer voor hen, want zij waren hier in het kamertje waar hun vader, hun grootvader, uit het raam heeft gesprongen en ja, eigenlijk zelfmoord heeft gepleegd om op die manier te voorkomen dat anderen in groot gevaar zouden komen en ook zouden worden opgepakt. En dan nog een bijzonderheid bij dit kamertje. Naar aanleiding van de aanslag die Gerrit Kastijn heeft gepleegd, waarna hij is opgepakt, hebben de Duitsers, wat ze wel vaker deden, represaillemaatregelen genomen. En wat hebben ze gedaan? Omdat ze wisten dat hij was opgepakt in een studentencafé, hadden ze het idee, daar moeten studenten bij betrokken zijn geweest. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben in een aantal steden in Nederland, ik dacht in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, in Leiden en in Delft, studenten opgepakt en afgevoerd naar concentratiekamp Vught. En wat bleek, 3 dagen nadat dit kamertje werd onthuld, toen bleek dat 1 van de studenten die is opgepakt naar aanleiding van die aanslag van Gerrit Kastijn, degene was die mij benoemd heeft hier in de Tweede Kamer. Dat was onze toenmalige fractievoorzitter, de Kees van der Staaij van die tijd, ingenieur Henk van Rossen. Die was student in Delft. En hij is een van die studenten geweest die gewoon zijn opgepakt door de moffen en naar dat concentratiekamp zijn gebracht. Ik wist daar helemaal niks van, maar ik hoorde dat 3 dagen nadat dit kamertje was onthuld bij de begrafenis van ingenieur van Rossum. En dan begrijp je natuurlijk wel dat het heel bijzonder is als je in zo'n kerkdienst zit en je hoort dat verhaal van concentratiekamp Vught, van degene die jou benoemd heeft en je hebt 3 dagen daarvoor dit kamertje laten vernoemen naar de man die aanslag heeft gepleegd, dat er dan een aantal lijntjes bij jou samenkomen waar je toch even van denkt, dat is wel zo bijzonder. Als je het zou verzinnen, zou iedereen zeggen, ja, het is inderdaad een verzinsel. Hier zitten we nu echt een beetje in de krochten van het gebouw en hier gaan we naar de kelders en dan gaan we naar de plek waar de martelkamer zat. En de gevangenen, de mensen die waren opgepakt en werden opgebracht, die werden hier naar beneden gedirigeerd. En dat ging niet zachtzinnig, want ik heb ook al begrepen dat het zo was dat als je niet snel genoeg liep naar de smaak van de moffen, dat ze dan gewoon een duwtje gaven en dan ging je van die steile trap al naar beneden. En dan werd je al behoorlijk geïntimideerd. Je ziet, dit is allemaal nog heel oud. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het in de oorlogsjaren is geweest, maar dit ziet er wel een beetje uit alsof dat nog in de jaren 40 er zo uit heeft gezien. Nou, en dan had je hier allemaal omringende kamers waar mensen werden opgesloten. En de martelkamer die zit achter deze deur. En alleen al als je die deur ziet, dan schrik je als het ware. Die is heel intimiderend, heel imponerend ook. Helemaal van gietijzer, zoals je dat soms ook nog wel ziet op sommige stations. Hè. Dit is al een hele oude deur en een slot erop, wat je ook lang niet bij alle deuren hier hebt.
En hier werden ze dan naar binnen gebracht en werden mensen op de pijnbank gelegd, letterlijk en figuurlijk, in de hoop dat ze de namen zouden geven van alle andere verzetstrijders, zodat als ze iemand hadden, ze ineens een hele verzetskring zouden kunnen oprollen. Als je beseft wat er allemaal gebeurd is, dan kun je eigenlijk alleen maar stil zijn.